Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah van Woerd. En vandaag heb ik een nieuwe video. Ik zit naar mezelf te kijken. Ik ga 100.000 miljoen % vragen krijgen voor dit shirt. Want dit shirt krijg ik altijd vragen over. Het is shirt van Daily Paper. En hij is niet meer te koop, want het was gewoon een collectie die nu niet meer beschikbaar is. Het was van afgelopen winter of zo. Dus die hebben ze niet meer. I'm so sorry guys. Maar ik krijg altijd super veel vragen over. Als je nog niet bent geabonneerd, vergeet dan zeker niet nu te abonneren. Ik zie namelijk dat heel veel % van mijn kijkers niet geabonneerd is. En dat is heel erg zonde. Maak een screenshot dat je bent geabonneerd. Belletje aan hebt en een video een like hebt gegeven. Stuur deze screenshot naar mij op DM. En misschien ga ik je wel terugvolgen. En een gezellig praatje met je maken. Dat doe ik namelijk ook heel graag met jullie. Want dat vind ik echt heel erg leuk. Mijn Instagram is Sarah van Woerd. Volg me. Ik plaats heel vaak updates over mijn YouTube kanaal. Dus het is heel erg handig om te volgen. En wil je me nog meer stalken als op YouTube, dan moet je me gewoon volgen. Afgelopen week heel erg ziek geweest. Maar ik voel me eindelijk weer een beetje beter. Dus ik dacht, ik ga een video maken. Ja, vandaag een Sephora bikini haul. Ik had ook een bikini haul gemaakt van Cupshe. En iedereen zei van, doe een van Sephora en dit en dat. Dus dat heb ik. Deze video is in samenwerking met Sephora. Ik ga ook nog een kledingshopblog hiervan opnemen. Dus ik heb nu bikinis en ik heb ook nog kleding aan. Ik heb ook een discountcode. Dat is namelijk Sarah18 en dan krijg je 18% korting. Dus wil je iets bestellen, vergeet zeker niet dan mijn kortingscode te gebruiken natuurlijk. Ik heb trouwens ook bikinis van de site Dress Lily. Dus ook in samenwerking met hun. En deze bikinis zijn dezelfde bikinis als Sephora. Je krijgt ze maar Sephora bikinis, alleen je bestelt via een andere website. Zo, je bestelt Nike kleding via Bijenkorf, zoiets. Of via Zalando of zo, zeg maar wat. Dus daar kan je ook op kijken. Het zou ook heel leuk zijn. Oké, ik heb iets van een bikini gevonden. Het wordt allemaal verpakt in zo'n Sephora zakje. En ik zie dus dat dit maat S is. Dit is een bikini. Een witte bikini. Dus ja, laten we maar gewoon aandoen. Want zo is het echt heel kut om te zien. Oh ja, ik wil trouwens wel nog even een disclaimer geven over de website Sephora. Als je de website niet kent, het is natuurlijk een website dat bekend staat om hele goedkope spullen die ze hebben. Ze hebben hele goedkope bikinis. En bikinis kunnen natuurlijk best wel duur zijn. Dus is het voor mij de taak om zo goed en eerlijk mogelijk te testen. En aan jullie te laten zien of het je geld waard is om te kopen. Want het is natuurlijk alsnog 20 euro of zo wat je uitgeeft. En als het niks is, dan moet je dat wel weten. Oké, ik heb de eerste bikini aan. Dat is deze bikini. Hij heeft zo'n one shoulder ding. Dat vind ik echt heel erg leuk. En hij heeft hier zo'n soort band bij je buik. Maar ja, die band vind ik een beetje raar zitten of zo. Want hier van achter zit het ook een beetje gekrompen en gek. Als je het goed kan zien. Maar verder vind ik hem wel gewoon leuk. Ik vind de top wel echt heel leuk. En het staat wel heel leuk samen. Ik denk dat dit eerder een bikini is die ik aan zou doen voor een Instagram foto of zo. Omdat hij gewoon echt heel leuk is. Als het weg was, dan was hij echt veel leuker geweest. Maar ja, de top kan je in principe overal mee combineren. Dus die is wel echt heel leuk. Ik vind het echt heel leuk dat het zo'n one shoulder ding heeft. Okay, dan gaan we over naar een panter bikini. Die heb ik zelf nog niet. Echt heel Nederland heeft een panter bikini. Behalve ik. Dus daar moet verandering in komen. Ik vind hem wel altijd heel leuk. Wow. What the fuck is this? Dit is een soort bikini badpak. Oh my lord. Hoe de fuck zit dit in elkaar? Het is altijd... Oh wacht. Ik denk zo. Ik ga het even aandoen. Oh my god jongens. Deze is zo leuk. Alleen, ik doe iets fout, denk ik. Want ik heb zo'n lang touw over. Dat kan never kloppen. Maar besef hoe leuk deze is. En kijk hoe mooi die achterkant is. Hangt hier nog een kaartje. Maar de hele achterrug is gewoon open. En dat is echt heel chill aan een badpak. Want dan word je gewoon al bruin. Alleen, doe ik iets verkeerd of zo met die touw? Ik snap het niet. Het kan niet dat het zo lang is. Misschien moet je het wel achter om je rug omheen strikken of zo. Ja, ik doe het verkeerd. Zeg maar, je moet het zo om je heen gaan wikkelen en knopen. Jongens, zo moet hij dus. Fucking leuk. Ik vind het echt heel leuk. Hier dus zo gestrikt.
En van achter, hier zie je nog het kaartje, zie je dan twee van die dingen zo. Heb ik een yellow bikini. Oh, dit is ook een soort badpak. Jongens, dit is echt maanden geleden besteld, hè, besef. Want dit komt allemaal door corona. Het is zo lang is aangeleverd. Ik heb er echt maanden op moeten wachten. Dat is echt bizar. Maar er gingen ook allemaal dingen fout met de pakketten. Deze, de helft van de ding heb ik echt binnen een paar weken gekregen. En de rest moest ik ook betalen en zo. Was helemaal fout gegaan, dus. Maar deze... fucking leuk. Ik ga mijn fan aandoen. Dan heb ik deze aan. Deze is dus heel hoog. Vind ik ook wel leuk. En dit is ja ook een soort badpak weer. Bikini, alles in één. Van achter is die ook heel mooi. Heeft hij ook zo'n cut. Heel erg leuk. Like it. Die andere bikini was ook in maat S. En deze bikini is... oh, deze had ik ook in maat S. Oké, next heb ik een hele leuke beige bikini. En deze is really pretty from the back. Zo van voor en van achter ziet hij er zo uit. En deze heb ik maat M. Deze heb ik in maat M. Oh, wat leuk. Dat broekje is echt heel leuk. Het broekje is zeg maar zo'n splitje. Leuk! Ik ga... oeh, dat ziet er wel heel klein uit. Ik hoop dat mijn billen erin passen. Veel te strak voor mijn heupen. Dit past gewoon niet. Ik snap niet hoe dit een maat M kan zijn. Ik moet hier echt minimaal een maat groter of zelfs twee maten groter. Die zou ik in misschien nog kunnen combineren met een ander broekje. Maar dit broekje is echt veel te klein voor mijn heupen. Oké, dan gaan we gewoon door. Is het blauwe? Oh ja, deze is ook wel leuk. Deze is zeg maar soort geknoopt aan de zijkant. If you can see, kijk. Hoe leuk. En deze is ook een beetje hoog uitgesneden. En deze is een bandeau top. Die ook is geknoopt. Heel erg leuk. Oké, volgende bikini aan. Deze vind ik echt heel leuk. Hij zit... heel erg mooi. Ik vind het fijn dat het een bandeau is. Want dan word je gewoon lekker bruin bij je schouders en zo. En ja, ik vind het zo leuk detail geven. En op je rug ook. Dus, yay, like it. En ik vind het kleurtje ook echt leuk. Het is echt een leuke kleur blauw, zeg maar. Het is ook wel echt een stevige stof. Dat is ook wel fijn. Volgende. Oh, dit is ook een soort badpak. Ik heb echt veel badpak besteld. Ik weet niet wat mij bedoelde. Oh, deze vind ik zo leuk. Oh, dit vind ik zo leuk. Jee, ik wist helemaal niet dat ik dit had. Deze heeft ook weer zo'n one shoulder. En heeft aan de zijkant dit zo. Oh my god, dit is zo leuk. Oh, deze bikini heb ik in maat. Ik zal sowieso alle maten in de beschrijving zetten hoor. Maar ik heb deze in maat M. Deze zou ik wel een maat groter nemen. Ik heb wel echt... maat M nodig. Maat S was echt klein geweest. En deze heb ik in maat S. Oh, ik ben zo benieuwd naar deze. Ik ga deze aanstralen. Ja, dit vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het echt een leuk detail dat het aan de zijkant open is. Omdat hij aan één kant zo loopt. Zoals bij de andere bikini zei, vond ik dat ook heel erg leuk. Dus ja, dit is echt een keeper. Dit vind ik ook leuk voor vaar of poolparties of zo. Oké. Dan heb ik nog vier bikinis. Dan heb ik hier twee dezelfde bikinis. Ik doe er gewoon één aan. Alleen de ander is gewoon in een andere kleur. Dus ik heb een zwart en een witte versie. Want deze bikinis lijken me gewoon oprecht altijd handig. Deze had ik in maat S trouwens, wat ik al zeg. En deze bikinis heb ik allebei in maat... oh, deze heb ik in maat S en deze in maat M. Ik weet niet waarom. Maar dit zijn gewoon een bandeau bikini die een simpel as fuck, een bandeau en een broekje. En die heb ik gewoon in zwart en in wit. Ik haal altijd die dingen eruit, vind ik zo goor. Ik ga ze toch wel houden. Vieze plastic in je kut. Maar deze wil er niet af. Deze wil er echt niet af. Nou, wat een misgunner. Oh my god. Deze vind ik ook echt top. Dit is gewoon...
een lekkere bikini als je wil zonnen. Want je bent lekker bloot, zeg maar, overal. Dus overal word je lekker bruin. En ja, hij zit ook mooi. Goed, maat S is goed. Helemaal top. Broekje is een beetje hoog uitgesneden, maar dat vind ik niet erg. Dat vind ik op zich wel leuk. Ja, van achter is je gewoon zo. Gewoon heel simpel. Gewoon leuk. Yay! Nou ja, en deze had ik dus ook in het zwart. Dan heb ik nog een panterbikini. Want dit is echt een bikini. En het andere is natuurlijk een soort badpakje gebeuren. Deze is namelijk zo. Oh, dit is met zo'n hele heftige beugel. Ik weet niet of dat mij gaat staan. En dit is het broekje. Gewoon een simpel broekje. Dus nooit kan ik altijd nog het broekje met een topje combineren. Ja, let's try. Woo, thirsty. Ja, dit dacht ik al. Ik voel me hier echt totaal niet comfortabel bij. Ik vind dit echt niet leuk staan. Maar misschien is dat wel persoonlijk. Maar ik vind dat met zo'n beugel, ik vind dat niet leuk. Ik heb dat niet goed gezien op die foto. Ik vind het helemaal niks. Het is ook een beetje te klein of zo. Ik heb het gevoel, het moet meer naar binnen, zeg maar. Nee. Het is gewoon niet het topje. Maar het broekje vind ik wel echt heel erg leuk. Dus dat kan ik altijd gewoon met een wit of zwart broekje combineren. Deze zit ook gewoon heel goed. Maar nee, dat topje, dat is echt helemaal niks voor mij. Dat vind ik echt niet leuk. Misschien kan ik iemand anders er blij mee maken die hem wel past. Dan heb ik wel verder nog iets anders heel leuks. En dit is niet een bikini, maar dit is wel over je bikini heen. Zo'n ding. En die miste ik echt in mijn kledingkast. En dit vind ik zo leuk. Kijk hoe leuk dit is. Kun je lekker over je bikini aandoen. Als je op het strand zit. Of als je bijvoorbeeld even op het strand loopt en je wil ergens heen lopen. Of als je op de boot zit. Of whatever, kan je even lekker zo'n ding omgooien. En het zit heerlijk, lekker luchtig. Ja, dat vind ik echt heel leuk. Yay! En dan last but not least, I guess. Ik weet niet wat het is. Dit is een donkergroene bikini. De hoekje dicht. Oh, zo. Laatste bikini. Wow. Het is heel groot. Oh, en deze heb ik trouwens in maat S, maar heb ik al gezegd. Dit is ook maat M. Oh, dit is dan opeens weer heel groot. Deze bikini zou ik denk een maat kleiner bestellen, jongen. Dus dit zit zo. Topje. Oh, wow. Dit lijkt net een oma broek. En dit is het broekje. Oh, hij is echt heel high-waisted. Maar dit lijkt net een oma broek. Oké, we gaan het even aan doen. Oké, deze vind ik, het staat heel leuk, weet je. Het staat mooi. Het zit allemaal goed. Het had misschien wel een maatje kleiner kunnen. Ik vind hoog leuk, maar dit is gewoon net een beetje iets te bedekt. Ik weet niet of ik dat eigenlijk goed zag op de foto. Dat ik het dus niet goed heb besteld. Of ja, niet goed naar heb gekeken. Maar je kan net zo goed geen bikini aandoen als je dit aandoet, zeg maar. Weet je, het is zoveel bedekt. Dan kan je net zo goed gewoon beter een topje en een broekje aandoen. Maar ja, weet je, het staat wel gewoon mooi, dus als jij er wel van houdt en bijvoorbeeld juist niet zoveel van je lichaam wilt laten zien, dan is het wel een goede bikini. Want hij is verder wel gewoon goed, er is niks mis mee ofzo. Oké, dit waren alle bikinis. Ja, het waren er echt mega veel. Echt niet normaal. Ik heb ook nog dus een full kleding shoplog. Die komt misschien volgende week. Dat weet ik niet. Moet ik even kijken hoe het allemaal loopt. Want ik ga ook nog 10.000 calorieën challenge die ze wel opnemen. Dus misschien komt die wel eerder online. Ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Vergeet zeker niet op mij te abonneren. Vergeet het belletje omhoog. Vergeet ook niet het belletje aan te klikken. Dan krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En zo hoef je nooit meer een nieuwe video van mij te missen. En vergeet ook niet een blauw duimpje omhoog te geven. Geef thumbs up voor mij. Geef een blauw duimpje omhoog als je bikinis leuk vond. Als je de video leuk vond. En heb je nog een vraag, kun je me altijd een DM sturen. Of hier in de reacties plaatsen. Want ik krijg de laatste tijd zoveel DM's dat ik ze niet allemaal zie en kan beantwoorden. Dus ja,
Zoals ik zei, heb ik een kortingscode, Sarah18. Vergeet die niet te volgen. Check de links in de beschrijving. En dat ik jullie heb geholpen met de bikinis. Zoals ik zei, moest ik heel lang wachten op de pakketjes, maar dat kwam echt door corona. Natuurlijk, nu corona is veel minder geworden. Dus ja, ik denk dat je ongeveer een week tot twee weken wacht, zoiets. Je moet het niet binnen een paar dagen verwachten, maar langer als twee weken gaat het denk ik niet duren. En ja, je hebt dus eigenlijk helemaal geen douanekosten, maar ik had dus een beetje gezeik met het pakketje. Maar dat komt wel goed, dat regel ik wel met z'n vol. Maar ja, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!